Kijk, dit is James. En dit is zijn butler. James, zijn ouders zijn stinkend rijk. Ik wil vandaag de lekkerste ananassoep die er is. Ananassoep, kom voor elkaar. Lieverd, hoe gaat het met je shitcoin? Nou, ik denk dat we binnenkort naar de Malediven moeten. Oh yes, de Malediven. Dat is mijn favoriete vakantieland. James, je gaat niet mee hoor. Dit reisje is een leven, papa en mama. Oh man. Oké, de soep is klaar. Oh yeah. De ouders van James reizen de hele wereld over om de shitcoin te verkopen. En James blijft altijd thuis achter. Hij moet zichzelf zien te vermaken met bijvoorbeeld een potje poker. Ik pas. Wat doe jij, James? Ik ga all in. Volgens mij bluff jij. Ik ga mee. Ja, ik heb helemaal niks. Ik ga ook mee, ventje. All in. En? Heb je gebluft? Ik heb Royal Flush! Woehoe! Chips! Jij schorrie morrie! Omdat zijn ouders altijd weg zijn, moet hij naar een privéschool. Wie weet het antwoord op deze formule? Ik! Nee, ik ben eerst! Ach, altijd hetzelfde met jullie. Welkom bij de privéles Golf. Mijn naam is Roger. Hallo Roger! James vindt privéles altijd leuk. Alleen heeft hij een hekel aan die snotaap. Ik wil! James doet ook wel eens iets voor zijn ontspanning. James, wil je de gebruikelijke massage? Ik ben wel klaar voor wat stevigers. Een excellente keuze, meneer. Ik vind het echt superleuk dat ik met jullie mag voetballen. James kreeg training van de bekendste voetballers. Mag ik als eerste schieten? Vet! Oké, kom maar! Zo nu en dan mag James ook een nieuwe auto uitzoeken. Hij kan 180 km per uur. Maar hij twijfelt. Meneer James, had u dan een andere auto op het oog? Nou... Die wil ik! Hey James! De volgende les vond James echt super vet. Dit is een nieuwe gadget. Wow, vet! Wat kan die? Met één druk op de knop komt er een super vette robot. Wow, vet! Mag ik proberen? Probeer het maar, James. Doe je wel voorzichtig? Ja, butler. Wow, vet! James, ik ben jouw privéleraar. Wow, vet! Mag ik dan schieten? Nou, ben je er klaar voor? Nee, eigenlijk niet. Bam. James moest ook een beetje aan zijn uiterlijk denken. Alleen jammer dat het rotkind er weer bij moest zijn. Het was echt water en vuur tussen die twee. Zo, dat was een leuke dag. Inderdaad. James had echt alles wat hij wilde. Nou ja, alles. Hij had geen echte vrienden. Gaan jullie nou alweer op zakenreis? Ja, de shitcoin gaat vol. Wat zit je nou te klagen, lieverd? Je hebt toch alles wat je wil? Nou, alles. James was erg verdrietig omdat hij geen vrienden had. De butler vond het zielig voor hem, maar hij bedacht een plannetje. James werd ingeschreven op een echte basisschool. Oh kijk, de nieuwe leerling. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Hoi, ik ben James. Hoi, ik ben zijn butler. Ik ben mijn vader. Oh ja, ik ben zijn vader. Huh? Misschien begrijpt u het toch niet, meneer? Maar ouders komen niet de klas binnen. Ja, maar wat moet ik doen dan? Ja, weggaan. Dag, dag, dag. Ouders van groep 8. Tot slot. Huh? Wat een rare meneer. Hij had een raar kapsel. Ja, waar mag ik dan gaan zitten? Ja, volgens mij is daarachter nog een plekje vrij. Kom je nog zitten of hoe zit dat? Oh, ja. Ja, ik kom eraan. De klas vond James maar een vreemde jongen.
Wat heeft die rare kleren aan? Die kleren had ik met mijn communie aan. Hoi. Hey. Hoi. James had het meteen goed naar zijn zin. Hé, hey, kijk wat hier mijn vriendenboek heeft geschreven. Wat staat daar? Favoriete eten kaviaar? Ja, en favoriete vakantieland, Malediven. Weet je hoe duur? En wat staat er bij huisdieren? Krokodillen en olifant? Dat kan toch niet? Volgens mij ligt die alles bij elkaar. Hé, hey, waarom heb je eigenlijk chique kleren aan? Nou, ik wilde er leuk uitzien op mijn eerste schooldag. Maar school is toch geen feestje? Je hebt feestkleding aan. Oké, dan doe ik morgen wel wat anders aan. De butler hield James goed in de gaten. Tot straks. Wat leuk dat hij met plezier naar zijn werk gaat. Inderdaad. Oh ja, hij had gelogen tegen zijn ouders. Zo, dames en heren. Wie kan voor mij die som uitleggen? Ik denk dat James hem wel weet. Wat? Wie, ik? Oh, James. Ja, jij bent nieuw. Kom maar eens laten zien hoe goed jij kan rekenen. James wist het antwoord niet. 1/2 deel. 1/2 deel? Goed zo, James. Als jij het niet had ingefluisterd. Oh ja, ik wil alleen maar helpen hoor. Dankjewel, dat vind ik heel lief van jou. Oh, graag gedaan hoor. Daar zijn vrienden voor. Waar is mijn jas? Ik ben mijn jas kwijt. Dames, zochten jullie deze? Oh, geweldig! Ja, dankjewel. Ja, daar zijn vrienden voor. James maakte al snel goede vrienden. Wow, heb jij de iPhone X? Wil je er ook in? Ik heb er 2. Heb je er 2? Hoe rijk ben je wel niet? Oh, niet rijker dan anderen hoor. Hier, mag je die van mij hebben? Die James toch, die had de tijd voor zijn leven. Hij had vrienden gemaakt voor het leven. Totdat iemand hem ging verraden. De directeur was niet blij met de leugens van James. Jongen, jongen, wat heb je toch gedaan? Ja, maar pap, ik wil zo graag naar een normale school. Ja, maar dan hoef je niet te liegen, jongeman. Ja, liegen. Dat zijn we niet van jou gewend. Ja, maar pap, mam. Ik moest wel liegen. Het is meteen de laatste keer dat je gelogen hebt op deze school. James werd van school gestuurd. Je kunt vertrekken. De klas was boos op James. Jij hebt gelogen tegen ons. Hoe kun je zoiets doen? Ik dacht dat we vrienden waren. Sorry, ik wilde ook vrienden maken. Waarom heb je dan gelogen tegen ons? Dat was mijn idee. Ik wou dat hij vrienden kreeg. Maar je hebt toch vrienden bij privéles? Dat is toch een hartstikke leuk meisje? Nee, dat zijn mijn echte vrienden. En dat hebben jullie verpest voor mij. Verpest? Hoezo? Ik wil een normaal leven. Zonder geld. Zonder shitcoin. Dus je deed het allemaal voor ons. Dus ook voor mij? Ja, jou in het bijzonder. Go get him, Tiger. Oeh. Oh, dit is zo mooi. Dit is echte liefde. Dit is onbetaalbaar. Met één druk op de knop komt er een super vette robot. Wow, vet! Mag ik proberen? Oh nee, ik ben vergeten. Oh. Ja, tuurlijk is het wel. Dit is professor Q. Hey, hallo. Dus even rustig, ja? Waar waren ze? Ja, tuurlijk is het wel. Dit is professor Q. Ik hoor nog steeds gelach. James, ik ben jouw privéleraar. James, ik ben jouw privéleraar. Ik wil vandaag de lekkerste ananassoep die er is. Ah, die moet opnieuw, hè? Ja. Oh yes, de Malediven. Dat is mijn favoriet. Drie. Wat doe je? Nee, James is hier. Dit is James. Ja, hi. Ja. Hey, kijk maar zo. Wie is nou James? Hey. Wat doe jij, James? Nog één keer naar je kaart kijken. 3, 2. Wacht, wacht even tot de deur dicht is. Ik? Ik ga Owen. Ja. Ha! Ik heb Royal Flush! Woehoe! 3, 2. Ja, wat? Oh, hij is gescheurd, oké. Okay. Ik heb een nietje nog op tijd. Oh, dit is een bezwaar. Ja, lekker hè, word je gemasseerd en dan, nou ja. Nog een keer, hoi. Nee. Ga je nou alweer weg? Ja, de shit gaat. Shit. Vandaag ga ik jullie heel iets moeilijks leren. Ik ga voor. Zonder te lachen. 3, 2, 1. Lachen. Wat doe jij? Dit is meteen de laatste keer dat je gelogen hebt. Je kunt vertrekken van deze school. Wat een rare meneer. Oké, nou is neer. Wat?
Oh ja. Dit is mama. Wat moest ik ook weer... Oh ja, ja, ik, ja, hoi. Juf, ik denk dat Jason... Jason? Ja?